Advocaat Chandra Algo heeft hoop dat de strafzaak tegen Robert van Tricht, gewezen centrale bankgouverneur, in het voordeel van haar cliënt zal vallen. Na afloop van de strafzaak, waar zakenpartner Ashwin Agnew terecht staat voor financiële benadeling van de staat, zei de jurist dat zij zich nu voorbereidt op haar komend pleidooi. Vandaag ben ik niet aan het pleidooi toegekomen vanwege het lijvige pleidooi van meneer Kanhai. Dus hij moet het op 3 juli nog afronden. Maar het Hof heeft voorgesteld dat ik alvast mijn pleidooi overleg welke op schrift is. Zodat het Openbaar Ministerie alvast daarop kan inspelen. En dat wanneer ik uiteindelijk op 3 juli mijn pleidooi wel kan houden, het OM op korte termijn dan daarop kan repliceren. Dat is dus de bedoeling. Dus mijn stukken liggen nu zijn al overgelegd. Zijn er wat nieuwe ontwikkelingen die u wenst aan te kaarten, dus bij uw komend pleidooi? Nee, niet dat zo zijn nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat het negen ordners is, voldoende materiaal. En er zijn genoeg wetten waar we de zaak mee kunnen tackelen. Dus er is genoeg mee. Van Tricht blijft erbij dat hij onterecht achter de tralies is gezet. De schade en schande die hij heeft ervaren, had voorkomen kunnen worden. De gewezen governor denkt dat hoor en wederhoor vele zaken kon ophelderen bij het onderzoek van de betrokken autoriteiten. Er zijn heel wat feitelijkheden tot uiting in het pleidooi, waaronder het jaarverslag, waaronder de IMF-rapportages, die eigenlijk al op zichzelf aantonen dat het Openbaar Ministerie bij het verkeerde eind heeft. Als je wordt ingesloten 6 februari... als oproep voor eerste getuigen, als ik ben niet eens een publieke functionaris, ik ben governor, ik kom aan en je wordt opgeroepen om verhoord te worden en meteen wordt ingesloten en je familie en gezin 2 jaar niet ziet. Ik heb niet kunnen reageren, dit is de eerste reactie die jullie krijgen, unicum, en ik ga er nu over beginnen te praten en uitleggen, want u ziet al de hele misvatting dat het zou zijn over gestolen gelden en geleeggeroofd en alle uitleidingen tot in het parlement, wat gewoon niet op waarheid berust. Van Tricht kan nog niet aangeven als hij een schadevergoeding zal eisen aan het eind van de zaak. Advocaat Erwin Kanhai heeft vandaag een urenlang pleidooi afgewerkt, waarin hij het Openbaar Ministerie erop wees dat zijn cliënt de staat niet heeft benadeeld.